Leuk dat je kijkt naar alweer de 6e vlog. Vandaag moet ik naar de dierenarts om de hechtingen van Pepper eruit te laten halen. Maar daarna heb ik ook echt vakantie. En zoals je ziet heb ik het nodig. Dat zit er ook weer op. Pepper heeft het heel goed gedaan. En ze rent nu weer de vrijheid tegemoet. En ik ook, want we gaan naar Bloemendaal. Ik durf bijna niet te laten zien hoeveel we meenemen. Ik zie er echt uit als een tokie. We zijn helemaal gesetteld en ook al is het vakantie, ik denk dat ik wel wat ga werken, want er is gewoon zoveel te doen. Martina, wat ben je aan het doen? Allemaal kamer van koophandel dingen. Martientje, wat ben je aan het doen? Ik ben een GitHub account aan het opzetten. Oké. Ik ga nu even kijken of ik echt een boekhouder moet regelen of dat ik die nog in mijn vriendengroep heb. Want dat zou me meer dan 150 euro per maand schelen. Dat is echt een groot bedrag voor mij op dit moment. Dus als je het zelf doet. Maar wat is een boekjaar? Oh, hier boekjaar, hoofdstuk 7. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Nou, leuk. Maar het is zo ingewikkeld. Ja, maar het kost me ook zoveel tijd. Ik betaal liever dan die 150. Ja, maar dat is allemaal al van mijn persoonlijke rekening afgegaan. Want ik kan niet tegen die notaris zeggen, ja, wacht maar even, want sorry, maar mijn zakelijke rekening bestaat nog niet. Het wordt je niet echt makkelijk gemaakt, vind ik, als beginnend ondernemer. En op dat soort momenten, dan denk ik echt, waar ben ik aan begonnen? Ik heb vandaag maar weer eens geleerd waarom je niet moet mailen of werkgerelateerde dingen moet doen in de vakantie. En dat is omdat ik in totaal zo'n 14 mensen een mail heb gestuurd die ik heb afgesloten met hey, fijn weekend alvast. Hey, ik wens je een heel mooi weekend. Het is woensdag. Ik moet zeggen dat het wel anders is om op vakantie te zijn als iemand die in loondienst is versus iemand die echt ondernemer is. Want voorheen kon ik toch wel meer loslaten dan nu. En dat maakt het heel erg moeilijk om te ontspannen. Dus ik moet mezelf echt dwingen om niks te doen. En volgens mij is dat ook weer niet helemaal de bedoeling. Dus als jij nou ondernemer bent en tips hebt over hoe ik het beste kan ontspannen of hoe jij chillt op vakantie, dan hoor ik dat heel erg graag. Want ik kan nog wel wat van jullie leren, denk ik. Zon, dus tijd om naar het strand te gaan. Ik heb ongeveer een half uur van mijn ochtend besteed aan het in elkaar zetten van deze vlieger. Hij moest koste wat kost mee naar het strand en ze wilden de hele dag vliegen. En wat blijkt nu, zij zijn lekker aan het scheppen. En wie loopt er hier met een vlieger, wat echt totaal onhandig is met deze wind? Ik! Fuck it, ik ga gewoon zelf vliegen. Ik heb het gedaan, ik heb bijna mijn hond vermokt. Oh, wat erg, ik heb gewoon bijna mijn hond gekild met de vlieger. Vandaag ga ik de kinderen het huis uittrappen en dan komen mijn allerbeste vriendinnetjes. De eerste is er, ik ga haar ophalen. En Julia is er, in je nieuwe beamer. In mijn nieuwe beamer. Oh, kijk, dit is een vriendin van ons. Ja hoor, Heike, die kan koken. Dat is ook de enige reden waarom ik bevriend met haar ben. Organic toothpaste. Godverdomme. Dat is echt alsof je wc-openmaakmiddel gebruikt als tandpasta. Zo, mijn
werkvakantie zit er weer op. En als jij nou nog tips hebt over hoe je zoveel mogelijk kunt relaxen tijdens de vakantie en zo min mogelijk kunt werken, dan lees ik dat heel erg graag terug in de comments. Ik zou je voor eeuwig dankbaar zijn. Jou neem ik in elk geval volgende week mee naar de YouTube Generation Industry. En dat is een event waar we kijken naar wat de toekomst is van video. En wat dat nou betekent voor jou en jouw bedrijf. Ik hoop jullie dan ook weer te zien. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen als je deze vlog leuk vond. En je te abonneren op mijn kanaal. Doeg!